Waar heb ik dat neergelegd? Oh, dat dacht ik al. Oh, en dit mag ik niet vergeten. Hoe krijg ik dit ooit op tijd klaar? Moet ik je echt niet helpen? Ik kan... Nee. Misschien alleen... Nee, bedankt. Wat dacht je van... Blijf daar gewoon staan. Maar... Waar je niet in de weg staat. Leentje, Leentje. Waar is dat Leentje? Ik heb hem. Ik dacht dat als ik je zou helpen, ik eindelijk mijn speciale gave zou ontdekken en mijn cutie mark zou krijgen. Dat begrijp ik, zus, maar ik heb deze tijd nodig om mijn opdracht af te maken zonder complicaties. Oké, opgeruimd. Nu terug aan het werk. Ik heb veel tijd verloren en ik kan niet weer gestoord worden. Wat nu weer? Sorry, ik dacht dat het bordje met open betekende, maar ik heb me vast vergist. Fluttershy, het spijt me. Ik was zo in mijn werk verdiept dat ik was vergeten dat je ophaal van haar kapper zou terugbrengen. Maak je geen zorgen, Rarity. Ik heb haar in haar mandje afgeleverd. Oh, wat ziet ze er mooi uit. Ik begrijp niet hoe je dat voor elkaar krijgt. Als ik te dichtbij kom, krijg ik een haal van haar klauw. Gebruikte jij de blik op haar? Oh, nee. Zeker niet. Dat zou ik nooit doen. Ik kan het niet helpen als dat gebeurt. Dat overkomt me. Ik ben gewoon goed met dieren. Dat is mijn speciale gave. Wel, jij zou een cutie mark van opaal moeten hebben in plaats van die vlinders. Oh. Misschien ben ik ook wel goed met dieren. Of niet. Sorry dat je niet kunt blijven om te kletsen, Fluttershy. Ik heb te veel hooi op mijn vork genomen met deze opdracht. Maar je hebt geen hooi op je vork. Nee, schatje. Dat is een uitdrukking. Het betekent dat ik meer werk heb dan ik aan kan. Ik moet vanavond 20 speciale jurken maken. Ze moeten morgenochtend in Trottingham zijn. Kijk, ik voer ze met deze speciale gouden zijde. Het is veel werk, maar ik denk dat het net dat ietsje extra geeft, vind je niet? Het is prachtig. Maar 20 voor morgenochtend? Hoe krijg je dat voor elkaar? Wel, ik... Misschien kan ik gewoon daar gaan staan en kijken. Het lukt wel. Ik ga er maar vandoor, zodat je kunt werken. Hoi, Fluttershy! Hallo, Rarity! Hallo, meiden. Hoi, Sweetiebel! Scootaloo, Applebloom! Ben je klaar voor vanavond? Yep, de Cutie Mark Plansessie gaat door! Vanavond proberen we ons speciale ontdekken. Zelfs al duurt dat de hele nacht. Ik ben klaar. En jij ook? Ontzettend klaar. Cutie Mark Club slaappartijtje met Rarity. Yeah! En? Kijk eens wat ik voor ons heb gemaakt. Oh, wauw. Wat ontzettend gaaf. Wat betekent dat plaatje op jullie cape? De Cutie Mark Club. Yeah! We zijn op zoektocht, op een missie. Om onze Cutie Marks te vinden. Yep. En kijk, ik heb ze gevoerd met deze gouden zijde. Het was veel werk om te maken, maar ik denk dat het net dat extra's geeft. Vind je niet? Sweetiebel, wat heb je gedaan? Dat was de laatste lap gouden zijde. Nu moet ik meer maken. Oh, ik hoop dat ik meer kan maken. Nu moet ik de hele nacht doorwerken. Dat betekent... Sorry, meiden. Het slaappartijtje kan niet doorgaan. Wat?
Ik heb geen tijd om op jullie te passen als ik die jurken op tijd af wil hebben. Maar... Geen gemaar deze keer. Het spijt me, Sweetiebel, maar er is niets aan te doen. Oh. Ik denk dat ze vannacht wel bij mij kunnen slapen. Dat kan ik je niet aandoen. Oh, het is geen enkel probleem. Ken je mijn zusje en haar vriendinnen? Zij geven alleen maar problemen. Ik heb toch ook geen problemen met opaal gehad? Je hebt toch gezien hoe goed ik met kleine wezentjes ben? Ja, dat is wel waar. En ik heb echt veel werk te doen. Kom, het wordt leuk. Ze zijn soms erg lastig. Die lieve kleine engeltjes? Oh. Goed dan. Het jullie maken met slaapartijtje is een Fluttershy's huisje! Yeah! Zo lief. Wacht op mij. Oh, dit wordt hartstikke leuk. We kunnen lekker gaan theedrinken en elkaar staarten borstelen. En heerlijk rustig gaan zitten kleuren. En elkaar sprookjes vertellen en... Hallo, Fluttershy. Oh, hallo, Twilight. Waar ga je naartoe? Ik ga naar Zecora in het eeuwigvrije bos om mijn lievelingsthee te halen. Naar het eeuwigvrije bos? Zul je wel voorzichtig zijn? Natuurlijk. En jij dan? Wat doe jij met die meiden? Rarity moet vannacht een grote klus afmaken. Dus heb ik aangeboden om de meisjes mee te nemen voor een slaappartijtje. Wauw, ik denk dat je aan hen je hoeven vol hebt. Was je helemaal in je eentje op die drie veulentjes? Weet je zeker dat je dat aan kan? Wat? De lieve kleine engeltjes... Geen enkel probleem. Oh, kijk! Het is hier prachtig! Moet je eens kijken! Oh, wat een mooie deuren eraf! Geen enkel probleem. Oké, meisjes, wat zullen we gaan doen? Ik krijg mijn mark als eerste. Meisjes? Echt niet! Kijken! Meisjes? Oké, rustig even. Ik blijf de hele nacht op! Ik ook! En ik ook! Ik weet dat jullie enthousiast zijn, maar meisjes... Oh, voorzichtig met die... Oh, meisjes! Dus, wat willen jullie doen? Een spelletje? Wij zijn van de Cutie Mark Club! En we willen naar onze Cutie Marks zoeken! En we... Ja, wat zij zeiden. Ik weet het niet. Wat dachten jullie van een leuk, rustig theepartijtje? Of... We kunnen op avontuur gaan in het eeuwigvrije bos! Ja! Oh nee, het eeuwigvrije bos is veel te gevaarlijk. Het zit daar vol met veel te veel vreemde schepsels. Maar jij kunt met ons mee en dan vangen we die schepsels. Dan zijn we de... schepselvangers! Ja! Jullie maken de schepselvangers! Ik ben een gevaarlijk wezen uit het eeuwigvrije bos. Stop, gevaarlijk wezen uit het eeuwigvrije bos. Ik ben Sweetiebel, de schepselvanger, en ik ben hier om je te grijpen. Je krijgt mij nooit te pakken. Ik ben veel te sterk en gevaarlijk. Je kunt niet ontsnappen. Dit is misschien niet zo goed. Meisjes, laten we lekker gaan. Kleuren. Kom terug, gevaarlijk schepsel, dan zal ik je pakken. Nooit! Voorzichtig, voordat je iets kapot maakt. Sorry, Fluttershy. Ja, sorry. Ik denk dat we geen schepselvangers zijn. Oh, meisjes, het geeft niet. Ik weet het! We kunnen Cutie Mark Club Timmermannen zijn! Timmermannen? Hamer! 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 Hamer? Hamer! Dat lijkt niet op een tafel. Waren we een tafel aan het maken? Dit ding moet maar snel worden weggehaald. Wij zijn zeker geen Cutie Mark Timmermannen. Ik wil toch geen plaatje van een hamer op mijn flank. Nu we dit gehad hebben, kunnen we wel een spelletje doen. Een spel? Het heet... Sst. Hoe gaat dat? Nou, het gaat erom wie er het langste mond kan houden. Leuk, hè?
Ik ben wereldkampioen. Verder dat ik van jullie win? Verloren. Ik ook. Ik ook. Oké, wat gaan we nu doen? Oh, wat dacht je van de Cutie Mark Club mijnwerkers? Ja! Nee! Oh! Ik bedoel, het is bedtijd, denken jullie ook niet? Willen jullie niet graag lekker knus in jullie donzige, wonzige bedjes liggen? Donzig, wonzig? Maar we hebben nog uitzoekwerk te doen. We hebben plannen. En capes. Misschien kunnen jullie morgen ook nog wat doen. Als het licht is en niet zo donker. Als we slapen kunnen we ons speciale talent niet vinden. Misschien krijgen jullie een mooie droom over jullie speciale talent. Maar we zijn nog niet moe. Zal ik een slaapliedje zingen? Ja! Stil nu, rustig nu, het is tijd, doe nu je ogen toe. Stil nu, rustig nu, naar bed, je bent nu moe. Ik ken dat liedje. Oh, wat geweldig. Waarom zing je het niet met me mee? Stil nu, rustig nu, het is tijd, doe nu je ogen toe. Stil nu, rustig nu, naar bed, je bent nu moe. Oké, lieverd, dat was... Je dromen wachten op jou. Bedankt, lieverd, dat was... Stil nu, rustig nu, doe je ogen toe. Stil nu, rustig nu, naar bed, je bent nu moe. Wat is dat? Meisjes? Fluttershy, je kippen zijn los. Ik vraag me af hoe dit is gekomen. Meiden? Geen zorgen, Fluttershy. De Cutie Mark Club zal dit oplossen. Cutie Mark Club kippenhouders! Ja! Nee, ik denk niet dat. Kom terug. Kom alsjeblieft. Kom op, meiden. De kippen zijn oké. Meisjes? Meisjes? Meisjes! Volgens mij is het nu echt tijd om naar bed te gaan. Maar... Alsjeblieft. Dus voor vandaag geen zoektocht meer, oké? Okay? Nee, Fluttershy. Beloofd, Fluttershy. Wel te rusten, Fluttershy. Oké, okay. Trusten. Oké, wat voor zoektocht zullen we nu houden? In deze kamer kunnen we niet veel doen. Tenzij we Cutie Mark Club schoonmaaksters worden. Nee... Bedankt. Wel, we moeten iets verzinnen. We laten deze kans om erachter te komen wat onze talenten zijn niet voorbij gaan. Hé, meiden. Kijk. Er is een kip ontsnapt. Het bos in. Cutie Mark Club kippenredders, zet hem op! Nou, zo moeilijk was het niet. Ik bedoel, ik moest ze alleen maar laten zien wie hier de baas is. Er is niets wat Fluttershy niet aan kan. Goed met dieren, goed met kinderen. Wacht op mij! Stilte en rust. Te stil. Meisjes. Meisjes. Elisabeth, ze is weg. Meisjes? Oh nee. Ze zijn vast op zoek naar mijn vermiste kip. En dat betekent dat ze naar het... Eeuwig van die bos zijn. Die meiden hebben het nu echt verpest. Ze hebben veel te veel hooi op hun vork genomen. Oh, en ik ook. Ik had nooit op ze moeten gaan passen. Kom, kip, 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 kip. Wat ben je aan het doen? Ik roep op de kip. Zo roep je een kip helemaal
hoe je een kip moet roepen. Ik weet dat het zo niet moet. Laat dan maar horen. Dat hoef ik jou niet te laten horen. Je praat als een kip zonder kop. Echt niet? Oh, wacht. Nu weet ik hoe ik een kip moet roepen. Scoodaloo. Scoot, scoodaloo. Dat was zo grappig dat ik vergat te lachen. Je bent ook vergeten hoe je een kip moet roepen. Rot meid. Kom mee. We vinden die kip op onze cutie marks niet door te ruzien. Misschien is dat ons speciale talent. Ruzien. Echt niet? Echt wel. Echt niet? Echt wel. Zie je al iets? Nee. Verroest. Kom, kip, 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 kip. Meisjes? Meisjes? Houd jezelf in de hand, Fluttershy. Zet je ene hoef voor de andere hoef. Ah! Oh, wat was dat? Gelukkig dat je hier bent. Ik heb je nodig. De meisjes zijn hier ergens en ik ben bang dat ze... Ah! Wat is er met je gebeurd? Ah! Oh nee! Als jij een steen bent veranderd dan... Oh nee! De meisjes! Blijf hier. Ik kom later terug. Meiden! Echt niet. Echt wel! Echt niet. Echt wel! Meiden, ons speciale talent is niet ruzie. Trouwens... Hoe zou de cutie mark van een pony die een talent voor ruzie maken heeft eruit zien? Meisjes, meisjes. Fluttershy? Meisjes, gelukkig heb ik jullie gevonden. Fluttershy, wat? Meisjes, we moeten onmiddellijk het bos uit. Maar we hebben de kip nog niet gevonden. Oh, daar hebben we nu geen tijd voor. Er is hier een kippython. Een kip wat, hè? Een kippython. Een griezelig wezen met de kop van een kip en het lijf van een slang. Schiet op nu! Met de kop van een kip en het lijf van een slang? Dat klinkt niet echt griezelig. Dat klinkt stom. Als ik zo'n kipding zou tegenkomen, zou ik hem uitlachen omdat hij er zo stom uitziet. Nee, kijk hem nooit in de ogen. Als je een kippython in de ogen kijkt... Meiden, wacht. Kom, kip, 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 kip. Daar is hij. Twee kippen? Ik dacht dat het er maar één was. Dankzij! En toen veranderde hij je weer in vlees en bloed.
Dit wordt een mooie brief aan prinses Celestia. Ik had je verkeerd beoordeeld. Jij weet heel goed hoe je met die meiden moet omgaan. Dat valt ook wel weer mee. Hoezo? Ik dacht dat ik net zo goed met kinderen als met dieren was. Jongen, wat had ik dat mis? Ik heb echt geleerd dat ik niet te veel hooi op mijn vork moet nemen. En dat geldt ook voor Rarity. Goedemorgen, Rarity. Heb je al die capes afgekregen? Ik heb ze net bezorgd. Ik moet toegeven dat als jij niet was langsgekomen, ik het niet had gered. Nogmaals bedankt. Wil je ook een kopje thee? Ik moet echt terug naar de winkel om op te ruimen. Meisjes, pak je spullen. Tijd om te gaan. Meisjes! Meisjes! Tijd om! Meisjes! Jullie spullen! Meisjes! Het is tijd om te... Meisjes! Laat mij me. Meisjes? Ja, Fluttershy? Riep je ons? Pak jullie spullen. Rarity is hier om jullie op te halen. Natuurlijk, Fluttershy. Meteen. Hoe deed je dat? Ik denk dat ik net zo goed met kinderen als met dieren ben. Dankjewel. Dat was heel erg leuk. Ik kan eigenlijk wel wat hulp met opaal gebruiken. Natuurlijk. Zal ik je vanmiddag helpen? Wat dacht je van nu?